Vandaag een antwoord op de vraag van Sandra. Sandra kan soms, of eigenlijk wel vaker dan soms, wel urenlang naar haar beeldscherm zitten te staren, thuis of op haar werk. En dan vervolgens alsnog hetgeen ze daar te zien krijgt, de informatie die ze daar kan lezen, moeizaam maar in zich opnemen. En ja, daadwerkelijk door laten dringen wat ze nou eigenlijk gezien heeft. Want ze merkt dat haar aandacht, wanneer ze die probeert te vestigen op haar beeldscherm en hetgeen daar te zien is, eigenlijk voortdurend vervliegt. Wat merkt Sandra dus? Dat ze niet echt een hoog concentratievermogen heeft. En dit maakt Sandra nou niet tot de meest productieve persoon. Nu heeft Sandra het idee dat anderen eigenlijk veel beter kunnen concentreren. Dus hun aandacht ergens op richten en daar ook op kunnen houden zonder dat deze vervliegt. En daardoor ook veel beter hetgeen ze hun aandacht op richten in zich op kunnen nemen. En daardoor dan vervolgens ook veel sneller weer kunnen handelen. Acties kunnen ondernemen naar aanleiding van hetgeen ze op gefocust hebben. En dus dan ook veel productiever zijn. Sandra vraagt zich af, want ze merkt dit eigenlijk al jarenlang, waar dit verschil zo vandaan komt, dit verschil in concentratievermogen. Nou, Sandra, ieder mens, jong, oud, dun, dik, geslacht, cultuur, totaal niet van belang. Ieder mens heeft standaard wat glucose, suiker, je bloedsuikerspiegel in diens bloedbaan. En in ieders bloedbaan is ook standaard het mineraal natrium in opgeloste toestand aanwezig. Wat maakt dat de zenuwreceptoren die behoren tot het dopaminerge circuit in jouw lichaam, ieders lichaam, elk moment van de dag informatie van buitenaf, binnenuit, informatie over al hetgeen er om je heen gebeurt of wat er om je heen te zien valt en dergelijke, kan ontvangen. Je aandacht ergens persoonlijk op richten en daar ook op houden, dus zelf kunnen sturen van al die informatie welke je lichaam op basis alleen al van een beetje glucose in je bloedbaan en spanning op je celmembranen veroorzaakt door de opgeloste natrium in je bloedbaan, welke je kunt ontvangen, het sturen van jouw aandacht en daar je aandacht op houden, dat kan enkel en alleen wanneer de verwerking van al die informatie en de integratie van al die informatie in jouw hersenen goed plaats kan vinden. En vervolgens jij je hersenen kan gebruiken om jouw aandacht te kunnen sturen. Wanneer jij dus dan ook merkt, al jarenlang, dat jij je aandacht niet zo goed kan sturen, dat jouw aandacht vervliegt wanneer je ergens op wil focussen, en dat jouw concentratievermogen dus niet op het best is, dan betekent dat dus dat het in al die brei van informatie welke jouw lichaam, net als elk lichaam, elke dag ontvangt, de verwerking en integratie daarvan in jouw hersenen niet zo goed verloopt. En dat duidt dan op een dopamine tekort, want ja, dat is dus die neurotransmitter die in dat dopaminerge circuit de informatie overdraagt, regelmatig aan de orde is in jouw hersenen. In welke toestand is dat aan de orde? Dat die verwerking en integratie van informatie ontvangen door de zenuwreceptoren van jouw dopaminerge circuit niet zo goed plaatsvindt? Nou, dat is wanneer je lichaam in een slechte voedingstoestand verkeert. Wanneer je lichaam in een slechte voedingstoestand verkeert, dan is jouw lichaam gericht op overleving. En heeft jouw lichaam al moeite om die glucose in je bloedbaan aanwezig te houden, de spanning op je celmembranen te houden, om een
ideale bloedsamenstelling te bewaken om jou te laten overleven. Nou, je lichaam gaat dan onder invloed van het autonome deel van jouw zenuwstelsel trachten te overleven, maar die moet dan heel voorzichtig zijn en selectief zijn in waar gaat brandstof, waar gaat de vocht- en voedingsstoffenstroom uit de bloedbaan, waar gaat het naartoe? Enkel natuurlijk hetgeen prioriteit heeft om te kunnen overleven. Nou, het verwerken van alle informatie om je heen, wanneer dat niet informatie betreft die nu acuut stress leveren, jouw lijf uitputten en een actie vereisen, ja, is niet echt van levensbelang. Dus het feit dat jij merkt dat, ja, je ontvangt wel informatie net als ieder ander, maar je aandacht sturen is er niet echt bij, duidt dan ook op een regelmatig slechte voedingstoestand in jouw lijf. Zou de voedingstoestand in jouw lijf verbeteren, dan zou de verwerking en informatie ontvangen door dat dopaminerge circuit, de zenuwcellen behorend daartoe, in jouw hersenen beter plaatsvinden en zou jij dus ook je aandacht beter kunnen sturen, ergens op gevestigd kunnen houden, zou jij een hoger concentratievermogen kunnen genieten. Nou, die voedingstoestand in je lijf is afhankelijk van je voeding. Nogal logisch. De aanwezigheid van alle zogenaamde essentiële voedingsstoffen in je eetpatroon en een zo min mogelijke aanwezigheid van niet-essentiële stoffen in je eetpatroon aanwezig. Maar de voedingstoestand in je lijf kan ook onder invloed van uitputtende factoren, slechte nachtrust, problemen met organen die niet goed functioneren, medicijngebruik en dergelijke verslechteren. Dus enkel en alleen wanneer uitputtende omstandigheden niet al te veel heersen en je eetpatroon optimaal is samengesteld met essentiële stoffen en geen overschotten in je lijf regelmatig veroorzaakt in niet-essentiële stoffen, kan jouw lichaam rustig je ideale bloedsamenstelling bewaken. Vervolgens ook een mooie stroom van vocht en voedingsstoffen regelmatig naar je hersenen sturen en zal daar niet al te snel een dopamine tekort ontstaan, kan de informatie, al die informatie die ontvangen wordt door de receptoren van jouw dopaminerge circuit beter verwerkt en geïntegreerd worden in je hersenen, zul jij veel beter kunnen concentreren.